Ernie Brands, trainer van de FC Dordrecht, 1-1 tegen Leonidas, een oefenwedstrijd. Hoeveel waarde hecht jij aan die uitslag? Natuurlijk moet je altijd waarde hechten aan een uitslag. Maar deze wedstrijd was vooral bedoeld om iedereen te laten spelen. Om spelers weer ritme op te laten doen. Zoals Gio, die denk ik een maand of drie uit is geweest. Ook Slory, die ook lang niet gespeeld heeft. We willen alle spelers ritme op laten doen. We hebben een paar dagen hard getraind. We hebben veel getraind. Dus ja, uiteindelijk was 1-1 de uitslag. En dat is natuurlijk wel teleurstellend. Veel spelers hebben ritme opgedaan, dat zeg je al. Wat wilde je verder zien vanavond? Ja, vooral dat spelers ritme op doen. En iedereen heeft 45 minuten gespeeld. En vooral dat we geen blessures op hebben gelopen. En een wedstrijd spelen is altijd goed. Als je dan ziet de eerste helft, dat we in het begin wat kansen weggaven. Maar daar hebben we toch 4 grote kansen gehad. Zelfs wat er niet wordt gescoord. Uiteindelijk wordt het dan, zeggen ze het 1-1 in de eerste helft. De tweede helft hebben we gewoon niet goed gevoetbald. Van beide kanten, vond ik. Het was veel lange ballen, veel balverlies, verkeerde keuzes. Ja, dat is vaak inherent aan als je op trainingskamp bent. De uitslag is niet het allerbelangrijkste, maar toch, je speelt tegen amateurs. Ook het publiek komt kijken. Dan wil je toch winnen, denk ik. Ja, tuurlijk. Je wilt altijd zo'n wedstrijd winnen. Dat is duidelijk. Daarom zeg ik ook, daarom is het ook teleurstellend. Giovanni Kort is een rentree gemaakt. Ik sprak hem net. Je bent natuurlijk heel blij dat je weer over hem kan beschikken. Ja, tuurlijk. We kennen Gio zijn kwaliteiten. Hè? En scorend vermogen, hij is snel. We hebben graag dat hij op tijd weer fit is. Hoe groot was zijn gemis de afgelopen maanden? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Maar natuurlijk, als je ziet dat hij de eerste wedstrijd scoort, hij is gewoon gevaar met zijn snelheid, met zijn actie. Is hij gewoon een gevaar voor de verdediging. Hè? En we hebben ook weinig gescoord. Dus we kunnen elk positief... positieve actie of wat dan ook van Gio, dat kunnen we gebruiken in ons team. Je hebt ook Slory erbij, je zei het al, die is nog niet helemaal fit. Maar toch zie je ook vanavond al, die kan best voetballen. Ja, die heeft al een hele reputatie, die heeft zich al bewezen. Alleen hij moet zorgen dat hij nog fit wordt. Dus we kijken naar de rest van de selectie. Afscheid genomen van 3 spelers, Danso, Vet en Hamdoui. Die was al een tijdje niet aan de orde hier. Waarom zijn die spelers weg? Ja, je zegt het zelf. Je hebt het zelf al, het antwoord al gegeven. Dat is niet aan de orde waarde. Waarom niet? Ja, dat heeft met kwaliteit te maken. Dan, het is ook breed uitgemeten in de media natuurlijk. Iedereen zocht de zon op, alle clubs in de Eredivisie. Dordrecht gaat naar Hellevoetsluis. Is het weekje bevallen? Ja, dus, bedoel, het gaat om het samen zijn. Het gaat om trainingsintensiteit. Nou, dat hebben we daar kunnen doen. Dus uiteindelijk was het een heel goed trainingskamp. Toch geen spijt dat jullie niet naar de zon zijn gegaan? Of was dat gewoon niet mogelijk? Nee, in tegendeel. Overal heb je velden waar je kunt trainen. En daar gaat het uiteindelijk om. En dat je met de groep bij elkaar bent. Hè, voor de teambuilding. Dus dat was belangrijk. Dan de tweede seizoenshelft staat voor de deur natuurlijk. Gelijk vol aan de bak tegen AZ. Veel vertrouwen in een goede afloop van die tweede seizoenshelft? Ja, zeker. AZ heeft ook op het trainingskamp. En de uitslagen zeggen natuurlijk nooit altijd wat. AZ heeft ook met 3-0 verloren in Belek. Die hebben er ook vriendschappelijk gespeeld. Dus we willen zien. We hebben versterking erbij, zoals je weet. Dus we gaan met veel vertrouwen de tweede seizoen zelfs in.